applaus voor de techniek. Ja, heel spannend zo'n debuut. Nou, ik vind het ook echt even terugspoelen. Zijn we er allemaal klaar voor? Oké. Okay. Ja! What's up Eindhoven? Zou ik eigenlijk niet beginnen. Ja. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik vind het ook een eer om hier te zijn, want ja, mijn vorige carrière move die was helemaal in het water gelopen. En ja, dat kan natuurlijk niet bij iemand die van zee komt. Dus daarom grijp ik deze kans met beide benen aan, want ja, met beide handen gaat het al niet meer, zoals je ziet. Helemaal in de Mitella. Mijn vorige carrière move, ja, ik wou de beste rapper van de wereld worden. En, ja, dat zal je misschien niet zo snel zien gebeuren met zo'n bleekscheet als mij. Ik heb er ook wat aan overgehouden. Het lekkerste drankje wat er bestaat, Fernandes. Surinaamse frisdrank, super lekker. Red grape heet die, rode druivensap en een blauw blikje. Nou, helemaal niet logisch. Nou, ben ik ook niet zo logisch. Ook heel onlogisch. Ik heb hier ook heel vaak in de logistiek gewerkt in Eindhoven, slimste stad. Ook weer zo onlogisch, zo typerend als mij. Wat me ook zo mooi samenvat is, ik hou echt van gekke acties uit te halen. Ik ben ook gek op de liefde, zoals misschien de vrijgezellen hier in ons midden kennen, die drang naar je andere helft vinden. Daar gaan bij mij ook wel gekke acties aan toepassen. Zo kom ik een beetje uit bij mijn arm hier. Hij is 3 keer uit de kom geweest. Hoe doe je dat natuurlijk dus zoiets? De eerste keer, ik wil zeggen dat ging heel makkelijk, maar ja, zoiets wil je natuurlijk niet hebben. Ging op de skipiste. Ja, bij zo'n afdaling, ik had zo'n twijfelmoment. Ja, je moet in het leven natuurlijk nooit twijfelen, want er gebeuren de gekke dingen. Dus ja, vlak bij die afdaling, ik ging zo naar beneden en bam, ik kwam keihard op mijn schouder. Dus ja, ik voelde zo, daar zit iets niet goed. Ik dacht, of als ik maar niks gebroken heb. Nou, ik kon net teruglopen naar die EHBO-post. Mij mee naar beneden genomen naar het ziekenhuis. Bij het ziekenhuis, dat ging allemaal heel makkelijk. Alsof er niks geks ging gebeuren. Zeiden ze van, foto gemaakt. Ik zou op bed liggen daar. Ik kreeg een spuitje. Ik kwam bij en waarom zat er weer in? Dus begin december. Ik heb hetzelfde nog een keer meegemaakt. Alleen niet op de skipiste. Ik was lekker aan het werk. Ik wou dus een ijzeren pallet tillen op een ijzeren kar tillen op een pallet. Op zich niet zwaar. Net even iets verkeerd hier. Arm valt eruit. Ik was op het werk bij IKEA en ik was zo weer witjes weg en mensen komen me helpen. En wacht, wat is er aan de hand? Ik word al snel in een rolstoel gezet. Dus ben naar de auto toe. Ik zet me helemaal los bij mijn arm en kom ik daar in het ziekenhuis. Dan begint het al. Ik zoek even in de wachtkamer, dan zit ik daar. Het is al niet zo'n lekkere sfeer in het ziekenhuis. Dan sta ik zo bij zo'n tv-scherm. En wat zie ik? Een ziekenhuisprogramma! Ik dacht, lekker, leuk. Ik had liever zo'n comedy show als hier voor mijn neus. Kon ik nog lachen, maar nee. Een lekker EO ziekenhuisprogramma. Help. Had ik ook wel geen zin in een ziekenhuis. Toen kwamen we daar. Die zuster zei, ik heb helemaal in mijn arm. Ik kon niet bewegen, helemaal stijf. Gaat u maar liggen. Dus, ik kom er zo aan. Ik zei, op zo'n bed. Gaat u maar liggen. Dus ik zei, hoe gaan we dat doen? Helemaal moeilijk doen. Ik zo met mijn arm, daar lag ik dus zo. En dus die zuster die pakt mijn arm. Ik had al heel veel pijn. Begint die zuster. Even dus de microfoon voor me gaan vliegen. Dat appartier. Dus die zuster die pakt mijn arm. Het was zoals een oudere zuster die van de harde hand was. Die gaat zwaaien aan mijn arm. Die gaat alle kanten op. En mijn andere arm. Ik kon net mijn schaarm vasthouden. Dat ik niet van de bed vlieg. Dan moet je een klik horen of voelen. Ze hoorden en voelden het niet. Dus die mevrouw bleef, die zuster bleef doortrekken en duwen. En komt de dokter aan. Ik kan hem ook niet voelen of te horen. Ik zag, gelukkig. Dus toen een foto gemaakt. Ik kom terug. Het voelt wel beter. Tweede week van januari. Ik dacht begin van het jaar al laten we gek doen. Goede voornemens. Nederlanders zijn te dik, dus ik dacht van afvallen. Ik zie er niet dik uit, maar de sportschool. Toen al lekker gesport, dus ik kom terug naar de kleedkamer. Ik dacht van,
Ik zag dus een evenwichtsbalk staan, zo'n ronde plaat. Ik ging erop staan. Ah, ik sta een mooi evenwicht, maar ik kijk achter me, leuke dame. En ah, daar maak ik natuurlijk geen indruk mee, dus wat doe ik? Ik zie een skippiebal voor me staan. Dus ik ga op die skippiebal staan, eventjes mijn evenwicht bewaren op die skippiebal. Dus nou, 30 seconden gestaan op die skippiebal. En dus toen gebeurde het. Ik klap dus op die skippiebal, bam, 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 op mijn schouder. En nu raadt het alweer uit de kom. Dus daar komen de mensen mij al helpen. Gaat het? Oh, ze denken dan meteen, heb je niet goed gedronken? En dan val je flauw, ik viel helemaal wikjes weg. Ach, ik krijg cola. Oh, je moet drinken, cola, suiker. Ik cola, 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 cola. En dan, dus ik had gewoon goed gegeten van tevoren, maar... Ja, en ze zijn geen indruk gemaakt op de dame, die was gewoon weggegaan. En, ja, en toen dus geholpen, ze wilden er een nog grotere show van maken. Komen ze eraan met een ambulance. Ja, een hele brancard. Dus ja, en die bus dus, ik mee naar het kantoor. Dus ze dachten aan die reclame van ja, geweld tegen ambulancepersoneel. Dus in het kantoor. Ik helemaal van top tot teen vastgebonden op die brancard. Een gewicht aan mijn arm, begin ze te duwen en te trekken. Oh, dat ging mis. Dus zij zat er nog steeds niet in. Nou, een vriend van mij, Tim, had mij opgehaald. En dan weer naar het ziekenhuis. Ja, een jongere verpleegster. En ik wist weer op de bed, gaat u me liggen. Ik lag, nou, een beetje duwen en trekken. En veel rustiger. En nou, opeens vloog die erin. Dus nou. En dus toen zat het veel beter. Ik zei, oh, gelukkig. Het was wel veel beter en dus niemand die wilde zo dus meemaken, maar oh, zo hard kan het eraan toe gaan als je dus je arm uit de kom raakt. Ja, dank u.